Voor Witsanti komt er daarom een presidentiële werkgroep die samen met de bewoners de problemen in kaart zal brengen en zullen er oplossingen worden gezocht. Te Apura zal de regering de eerste broodfabriek ondersteunen die brood uit cassavemeel zal vervaardigen. Dit zal met name de economische ontwikkeling een boost geven. En dat zijn de kansen die we creëren om de leefgemeenschap weerbaar te maken. We hebben ook gekeken wat de middelen van bestaan zijn. En dat is onder andere namelijk visvangst en wildvlees. Maar als je vis gevangen hebt en je hebt wild geschoten, dan moet je dat aan de man kunnen brengen. En moet je kunnen verkopen in een gezonde staat. En daarvoor moet je dan die faciliteiten hebben. En we zijn al bezig. De werkzaamheden zijn al gevorderd. De machines zijn al gebracht. De containers zijn al gebracht. En over 2 maanden ga ik weer naar Apura. Dan ga ik openen de eerste grote ijsfabriek daar op Apura. Het staatshoofd beloofde dat er een weg zal worden aangelegd vanuit Nikeri naar Apura. Dit zal maken dat de hoge vervoerskosten die zorgen voor de hoge prijzen in Apura zullen worden gedrukt. Goederen, met name levensmiddelen, worden veelal getransporteerd over de dure en langere routes met het vliegtuig of via de weg naar Apura. We komen later in het journaal terug op de viering van de Dag der Inheemsen vandaag in de Palmentuin.